Bok de postvogel. Jouw beurt, Bok. Oh nee, arme Bok. Geef niks, Bok. Ik doe het wel. Hallo? Hallo? Ik probeer het al per mail en per mobiel en nu doet de telefoon het ook al niet. Ik weet het. Volgens mij komt het door die sneeuwstorm van vannacht. Die heeft blijkbaar alles platgelegd. Hebba. Ik wilde net Zelda en haar gezin uitnodigen om morgen te komen eten. Oh, maar ik denk dat alles het morgen vast wel weer zou doen, hoor. Ik hoop het maar. Oma, hoe deden jullie dat voordat de telefoon was uitgevonden? Oh, we konden toen prima zonder telefoon. In die tijd schreven we brieven. Ja, en er waren meer manieren om met elkaar te communiceren. Rooksignalen, trommels, per telegram. Oh, en postduiven. Postduiven, oma? Dat klopt. Duiven die speciaal getraind waren om berichten over te brengen. Ze waren snel en betrouwbaar. Oh! Jij zou een goede postvogel zijn, Pok. Volgens mij denkt Pok dat ook. Maar dan moet hij wel eerst nog wat trainen, schat. Oké, dan beginnen we nu meteen maar. En Pok heeft nog een klein tasje nodig om zijn berichten in te vervoeren. Ik denk dat ze jaloers zijn op de tas die oma voor je heeft gemaakt. Oké, Zoe, ik ben zover. Daar ga je, Bok. Hallo. Hallo, Elsie. Als je dit bericht krijgt, spring dan 3 keer op 1 been en 1 keer met beide benen. Goed gedaan, Bok. Zoe, wat zijn jullie aan het spelen? We leren Bok om berichten te bezorgen. Je weet wel, net als postduiven dat doen. Oh, wat leuk. Mag ik helpen? Tuurlijk mag dat. Dan proberen we het nu over een grotere afstand. Ja! Elsie, als je teruggaat naar huis, dan ga ik je een bericht sturen. Oké. Ja, Pok. Dat betekent een nieuwe opdracht. Elsie, ik dacht dat jij bij Zoe zou gaan spelen. Dat is ook zo. Maar ik wacht hier op een berichtje van hem, mam. Maar... de telefoon doet het niet, schat. Dat weet ik. Oh, hallo. Dat is Pok. Ja, met mijn berichtje. Jij bent mijn allerbeste vriendin. Kijk nou. Wat hebben jullie toch een slimme manier gevonden om met elkaar te praten? Weet ik. En nu ga ik antwoord geven. Kan iemand me even helpen om de sneeuw van de oprit weg te vegen? Oh, ik help je wel. Oh! Kijk, pap. Antwoord van Elsie. Pok heeft al aardig in de gaten hoe het werkt. Zoe, ik heb een idee. Denk je dat Pok een bericht voor me naar tante Zelda kan brengen? Een uitnodiging om morgen te komen eten? Pok, kan je zelf de weg naar Oom Xavier vinden? Naar de winkel? Waar is de uitnodiging, mam? Moet je nou toch zien? We hebben een bericht van Zoe. Wat staat erop? We zijn uitgenodigd om morgen bij ze te komen eten. Oh, yippie! Voor de lunch of het diner? Oh, dat staat er niet. Ik vraag het wel. Hey, Pok is terug en hij
hij heeft een antwoord bij zich. Nu al? Hij is zo snel als een bliksemschicht. Oom Xavier schrijft, is het voor de lunch of diner? Oh, dat stond er niet bij. Wat slordig. Voor het avondeten. Zullen we dan zeggen zo rond de klok van 6? Oké, mam. Ik stuur wel een nieuw bericht. Oh, en denk je dat Pok ook een boodschappenbriefje naar meneer Zoe kan brengen? Ik wil morgen wat laten bezorgen. Geen probleem. Oh, kijk nou toch. Het begint weer te sneeuwen. Zo lukt het ze nooit om de lijn te repareren. Oh, oh. Wie heeft er nou eigenlijk nog een telefoon nodig als je Pok als koerier hebt? Arme Pok, we maken hem vreselijk moe met al die berichten. Maar hij vindt het zo leuk om te doen. Ik denk dat opa weer stiekem heeft zitten snoepen. Er ligt helemaal niets meer in de koelkast. Dat maakt niet uit. Meneer Zoe kan morgen weer boodschappen brengen. Maar morgen is te laat. Er is niets in huis voor het avondeten. Dan ga ik zelf maar even wat boodschappen halen. Maar het begint weer te sneeuwen. Nou, dan trek ik toch mijn sneeuwschoenen aan. Hey, mam. Waarom sturen we Pok niet? Dan vragen we meneer Zoe om de boodschappen nu te brengen. Maar Pok vliegt de hele dag al heen en weer. Hij is vast moe. Dat geeft niet, mam. Pok is uitgerust. Hij kan het wel. Nou goed dan. Maar dan is dit wel zijn laatste bericht voor vandaag. Wat ziet Pok er moe uit? Nog een berichtje van Zoe? Dat lijkt er wel op. Kan het vandaag in plaats van morgen? Oh, gaan we dat wel redden? Oh, mami, doe nou alsjeblieft. Lieverd? Ach, waarom ook niet? We hebben toch geen andere plannen. Nou, oké, dan. Kleed je maar om. Yippie! Oh. Ah, daar is meneer Zoe. En hij is precies op tijd, zeg. Hallo! Ik moet zeggen, Pok is een uitstekende koerier. Wat een slimme manier om een uitnodiging te sturen. Ik verwachtte jullie nog niet. Sorry, we zijn een beetje vroeg, ja. Een beetje? We zijn direct vertrokken naar je laatste bericht. Ja, maar weet je, het is bijna 6:00. Wat moeten we nu doen? Er is niets te eten en nu hebben we ook nog 3 extra gasten. Ik denk dat Pok de adressen door elkaar heeft gehaald. Het is mijn schuld. Ik heb het niet goed uitgelegd. Het is niet jouw fout, Pok. Je moest te veel berichten rondbrengen. Ik had ook zelf de boodschappen moeten doen. Maar wat gaan we nu doen? Pok gaat wel even naar meneer Zoe. Ah, dit is niet goed voor zijn zelfvertrouwen. Oh, Pok. Ben je nu bang om nog een fout te maken? Oké, ga jij naar de gasten, dan ga ik naar de winkel. Dat red je toch nooit? De winkel van meneer Zoe gaat al over 5 minuten dicht. Oh, kom op, Pop. Je kan het wel. Je bent een uitstekende koerier. Dat vinden we allemaal. Natuurlijk kan je het, Pok. Iedereen maakt wel eens een fout. Tja, zonder telefoon zijn we vandaag dus maar gaan opruimen in de winkel. We kregen geen bestellingen. Wat boffen jullie met een postvogel. Mm-hmm. Wij kunnen er ook wel een gebruiken. Goedenavond. Hier is de bestelling waar Pok om vroeg. Ach, reuze bedankt, meneer Zoe. U heeft ons etentje gered. Ik niet. Pok, ik zou net gaan afsluiten toen hij kwam. Wat een knappe vogel is Pok, toch? En weet ik, want hij is de snelste koerier van Zebrastad. Ja, toch, Pok? En ook de meest vermoeide.
nostalgie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niet slecht. Niet slecht? Ik mag nog een keer. Oh, net mis. Nu is het mijn beurt. Hallo, Zoe. Hallo, Elsie. Hallo. Hallo, Omi. Omi, is dat mijn fotoalbum? Ze hoorden je denk ik niet. Wacht op mij, Zoe. Ik wil zien wat Omi doet met het album wat ik voor haar gemaakt heb. En? Wil het een beetje vlotten met mijn fotolijst? Het wordt best aardig, al zeg ik het zelf. Kijk. Een bijzonder mooie fotolijst voor bijzonder mooie oude familiefoto's. Oh, lieve help. Wat heb je dat mooi voor elkaar gekregen? Daar staan mijn foto's vast prachtig in. Maar hij is nog niet helemaal af. Dat maakt niet uit, hoor. Ik heb mijn favoriete foto's nog niet uitgezocht. Hey, mogen we helpen met foto's uit te zoeken? Oh ja, doe, mag het? Ik ben dol op oude foto's. Oh, maar natuurlijk mag dat. Ja! Ik kan wel wat hulp gebruiken. Eens even zien. Ik vind deze mooi. Oh, ja, dat ben ik op het strand. Ik hield zo van zandkastelen bouwen. Oh, die daar is ook schattig. Ja, hè? Hier oefende ik op mijn nieuwe fiets. Het ging nog wel wat wiebelig. Pop vindt die leuk. Oh, en gelijk heeft hij. Ik had die tomaat helemaal zelf gekweekt. En ik was er zo trots op. Oh, wat ben ik blij met deze foto's. Wat een mooie tijd. Die goede oude tijd. Toen iedereen nog zo aardig tegen elkaar deed. En zo beleefd. Zebra's namen de tijd. Ze waren nog niet zo gehaast. En familie bracht toen veel meer tijd met elkaar door. Dus, u bedoelt, vroeger was alles beter? Nou, laat ik het zo zeggen. Het was niet helemaal hetzelfde. Hey, jammer. Jij mag weer zo. Oh, sorry. Ik zat nog heel even aan Omi te denken. En die goede oude tijd. Ja, het is zo jammer dat ze deze tijd niet zo leuk vindt als die van vroeger. Nou, dan laten we haar toch zien dat wij net zo beleefd zijn als zebra's toen. En dat wij helemaal niet zo gehaast zijn. En nog tijd opbrengen met onze familie. Wat een goed idee is dat. Welkom thuis, oma. Oh. Wat fijn om je weer te zien. Oh. En wat ontzettend fijn om jullie weer te zien. Die ziet er zwaar uit. U zult vast wel moe zijn van al het winkelen. Hier, gaat u maar zitten. Vruchtensap, oma. Wat zijn ze beleefd. De jeugd van u is zo aardig en beleefd, vindt u niet? Hallo Zoe, hallo allemaal. Hoi Sinia. Oh, dat is lekker. Mag ik ook wat? Nou eigenlijk is het voor Oh, bedankt. Ik had echt vreselijke dorst. Jouw mami liet het gisteren bij ons in de winkel liggen, dus ik kom het terugbrengen. Dag. Sommige kinderen zijn veel beleefder dan anderen. Ik haal wel even een nieuw glas. Dank je wel. Maar eerst breng ik dit even naar mama. Oh. En daarna maak ik een lekkere fruitsalade voor ons. Alsjeblieft.
soms iets mis met mijn fruitsalade. Is hij niet lekker? Nee, nee. Hij is heerlijk, oma. Maar we doen het gewoon graag rustig aan. Zo proef je beter. Wat een mooi compliment. Weet je, Omi, sommige zebra's doen de dingen heel rustig en langzaam. Net zoals toen u nog klein was. Oh, gelukkig. Bedankt voor mijn agenda. Ik zie net dat ik een tandartsafspraak heb. Ik kom nog te laat. Dag! Wat heeft mam veel haast? Ja, toen ik klein was, hadden we daar dus nog geen last van. Omi, wilt u met ons een spelletje doen? Oh, maar ik dacht dat het tijd was voor Zoek de Zebra. Dat is toch jouw lievelingsprogramma? Ja, maar we doen liever een spelletje met de familie dan dat we tv kijken. Ja, toch? Echt wel? Oké, dan. In dat geval doe ik mee. Zo, Elsie, raad eens. Ik heb het Zoek de Zebra spel. Wow. Maar Omi, mogen we eventjes naar Seks en Spel gaan kijken? 1 minuutje maar. Natuurlijk mag dat. Ga jullie gang maar. Ja. Ja. Mag ik ook even? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft, Omi, hij is klaar. Oh, wat heb je dat weer mooi gedaan. Perfect. Ontzettend bedankt. Oh, Omi. Omi. We zijn klaar. Ja, zullen we nu gaan spelen? Oh, kan het misschien een ander keertje? Ik weet hoe dol jullie zijn op videospelletjes. Hallo? Waarom die lange gezichten? Omi vertelde ons hoeveel beter alles was toen zij nog een klein meisje was. En wij wilden haar laten zien dat nu alles net zo goed is. Mm-hmm. Maar dat lukt niet. Oh, is dat het? Meestal onthouden we alleen de goede dingen en vergeten we de minder goede. Ik weet zeker dat vroeger heus niet alles zoveel beter was dan nu. En nu Omi wat ouder is, heeft ze misschien wel wat minder grip op het moderne leven. Net als wanneer iemand een spelletje speelt wat je zelf nog niet kent? Zoiets, Yasu. Ik denk dat ze de bevestiging nodig heeft dat we allemaal van haar houden en haar nodig hebben. Hé, hey, dat is een makkie. Van jouw heerlijke chocoladetaart. Misschien kun je me een handje helpen met deze bladmuziek. Ja, maar natuurlijk. Zal ik deze hoed kopen? Ik wil graag jouw advies. Oh, ik vind het prachtig. Ik zoek nog muziek voor bij mijn laatste kunstwerk. Zou u het misschien voor me kunnen schrijven? Ik heb uw hulp nodig. Welke deurbel past het beste bij mijn winkel? Deze of deze? En ik heb een kus nodig. U heeft mij vandaag nog geen kus gegeven. Oh, wat spijt me dat, Sue. Maar dat maak ik dan direct in orde. Weet je, Sue? Ik moet zeggen, bij nader inzien is deze moderne tijd nog helemaal niet zo slecht. Sue en de schildpad. Oh.
Goedemorgen, slaapkop. Goedemorgen, opa. En wat zou jij vandaag willen doen? Ik moet nog een verslag schrijven. Iets over de herfst. Maar ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Ah, je kunt niet goed nadenken met een lege maag. We gaan eerst maar eens ontbijten. Kom mee. Ik weet nog steeds niet waarover ik ga schrijven, opa. Er is ook zoveel te vertellen over de herfst. Weet je, als ik het even niet meer weet, dan ga ik meestal iets heel anders doen. Waarom kom je me niet in de tuin helpen? Ja, leuk! Goed zo, Zoe. Leg het onkruid maar op de composthoop. Compost? Compost is het geheim van iedere goede tuinder. We leggen blaadjes, onkruid, aardappelschillen en dat soort zaken op een hoop. Dat gaat rotten en het wordt compost. Dat is uitstekend plantenvoedsel. Het zorgt dat de planten groeien. Oh, dus daarom breng je al het groenteafval uit de keuken altijd hier naartoe? Inderdaad, dat afval zorgt voor de beste compost. Goed zo, ja. Des te meer compost is er straks voor mijn rozen. Er liggen wel een heleboel bladeren in de tuin, hè, opa? Ja, rond deze tijd van het jaar vallen de meeste blaadjes van de bomen. En die blaadjes mogen ook op de composthoop. Hé, hey, opa! Zal ik een verslag over herfstblaadjes maken? Dan kijken we in het park hoeveel verschillende we kunnen vinden. Goed idee. Ga jij maar voorop, Zoe. Dat is het zaad van een esdoorn, Zoe. Laat maar vallen en let goed op. Het is net een helikopter. Ja, hij draait zodat hij langzamer valt. En dan blaast de wind hem weg naar een plek waar een nieuwe boom kan groeien. Oh, jammer dat het geen blad is. Want alle andere blaadjes, tja, die lijken best wel wat op elkaar. Ik denk dat ik toch niet een verslag over blaadjes wil doen, opa. Zipster? Dat klinkt als mevrouw Zolly. Zipster? Zipster? Oh. Hallo, mevrouw Zolly. Hallo, mevrouw Zolly. Oh, goedemorgen. Wie is Zipster? Dat is een schildpad. Ik pas op hem voor mijn neefje. Ik liet hem heel even los in de tuin en voor ik het wist was hij weg. Dan was hij vast heel snel. Is het soms een race-schildpad? Dat moet haast wel. Oh, ik moet hem vinden als mijn neefje er maar niet achter komt. Wacht maar, wij helpen wel. Natuurlijk helpen we. Zipster! 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 Hi, Zoe. Oh, hoi, Elsie. We zijn op zoek naar Zipster. De schildpad van mijn neefje. Heb jij hem toevallig gezien? Nee. Mam, zullen we mee helpen zoeken naar de schildpad? Natuurlijk helpen we mee. Luister, jongens. Het is tijd voor operatie Vind Zipster. Ik heb ondertussen al zeker 2 keer op iedere plek in het park gezocht. Maar nog steeds geen spoor van Zipster. Als hij niet in het park is, dan moeten we misschien ergens anders gaan zoeken. Opa, ik heb denk ik een idee. Posters ophangen? Wat een goed idee, Zoe. Ja, ik heb al vaker posters gezien van vermeste dieren. Maar nog nooit van een schildpad. Voor alles is een eerste keer, Zoe. Uw telefoonnummer staat op de poster, mevrouw Zolly. Als iemand Zipster vindt, dan bellen ze u. Oh, ik hoop dat ik snel word gebeld. En ondertussen gaan Zoe en ik samen verder met onze zoektocht. Help, nog steeds geen enkel spoor. Misschien is hij wel naar huis. Ik ga even kijken. Goed idee. Dan zoeken wij hier wel verder. Oké, bedankt. Hey, Zoe. Oh. Ik heb Zipster gevonden. Kijk. Oh. Het lijkt wel een beetje op een schildpad, denk ik. Oh, sorry. Ik heb vorig jaar wat stenen beschilderd. Ik vroeg me al af waar deze was gebleven. Oh. Wacht.
wacht even. Misschien heeft hij honger. Mevrouw Jolly zei dat Sipster van sla en van komkommer houdt. Misschien kunnen we hem daarmee lokken. Dat is een goed idee. Ik heb vandaag net sla gekocht. Ik pak hem wel even. Sipster! Hier, Sipster! Hoor je dat, opa? Misschien is dat Sipster. Sipster! Ah, daar is de mol die al die molschoop in mijn tuin heeft gegraven. Stoute mol. Oh, kijk! Ik zie wat bij die bosjes. Dat lijkt wel een schild. Dat is Sipster niet. Opa? Misschien is Sipster wel in jouw warme schuur gekropen. Dat zou best eens kunnen. We gaan wel even kijken. Dat is hele oude tuinversiering. Die heb ik lang geleden voor Omi gekocht. Maar dat lijkt wel net een echte. Vind ik ook. Hé, als we hem in de tuin leggen, dan komt Sipster misschien wel om vrienden te maken. Dat vind ik nog eens een goed idee. Hij is hier en daar wel wat beschadigd. Maar ik denk niet dat Sipster dat merkt. We wachten hier nou al een hele tijd en hij komt maar niet. Ik denk dat Sipster te slim is om te worden gefopt door wat tuinversiering. We hebben Sipster niet gevonden en ik weet ook niet waar mijn verslag over moet gaan. Waarover gaat die van jou, Elsie? Mijn verslag gaat over de herfstoogst. Wat een goed idee. Ik wou dat ik dit had bedacht. Elsie, tijd om te eten. Hebben jullie Sipster al gevonden? Nee, maar van al dat zoeken heb ik wel trek gekregen. Ik ook. In dat geval gaan wij ook alvast wat eten, Zoe. Tot morgen. Roep je me als je hem hebt gevonden. Doe ik. Tot morgen, Elsie. Dus nog steeds geen spoor van Sipster. Misschien is hij alweer op weg naar huis. Ja, dat hoop ik. Oh ja, hallo mevrouw Sonny. Nee, ik ben bang van niet. En ook niet bij u thuis? Oh, jammer. Ach, wat is dat toch vervelend voor u. We vinden hem vast en zeker weer terug. We gaan morgen verder met zoeken. Ja, dag. Tot morgen, hè? Ja. Ik had verwacht dat Sipster nu wel weer terecht zou zijn. We hebben overal gezocht. Iemand vindt hem heus wel. Die ziet aan jullie poster en brengt hem naar mevrouw Jolly. Dat hoop ik. Maar iets anders. Weet je al waarover je verslag gaat? Ik weet het niet. Ik dacht over vallende blaadjes. Ik heb opa vandaag geholpen met de composthoop. Maar ik wil toch iets anders. Je bedenkt vast wel iets, Bisou. Over compost gesproken, wil je de schillen er naartoe brengen? Doe ik, mam! opa? Er zit een soort gat in de composthoop. Volgens mij was dat er net nog niet. Je hebt gelijk, Sue. Dat was er net nog niet. Het lijkt wel alsof er iets in zit. Ik kan niet goed zien wat. Hallo? Jij het? Dat is Sipster! We hebben hem! Ja! Hij heeft geen trek. Dat verwacht ik ook niet, Sue. Die compost is lekker warm en knus voor een schildpad. En omdat het buiten koud is, is hij in winterslaap. Wat? Winterslaap? Winterslaap is wanneer dieren de hele winter doorslapen en wakker worden in de lente als het weer lekker warm wordt. Wow! We moeten mevrouw Jolly vertellen dat we Sipster hebben gevonden. Daar zeg je wat. We bellen haar meteen. Kijk eens aan, Sipster. Nu kun je de hele winter lekker in deze doos blijven. Sipster ligt zo lekker knus in die doos dat ik er slaperig van word. Ik zou ook wel een winterslaap willen houden. Maar dan mis je van alles. Al het plezier dat we hebben met sneeuw, sleetje rijden. En wat dacht je van kerstmis? Ik denk dat je gelijk hebt, opa. Maar nu weet ik in ieder geval waar mijn herfstproject over gaat. Winterslaap!